wij woonden hier aan de dijk net naast een veerman. En ik was meer bij de veerman dan thuis. En daar begon het in feite mee. Hoeveel krijgt u? Twee man. Ja? Drieënhalf. Ja, je bent met mensen bezig, hè. Maar als je op een tanker zit, dan zit je met vijf man aan boord. En dat wordt niet anders natuurlijk. Die kom je elke dag wel weer 20 keer tegen. En nu, nu kom je elke andere mensen tegen. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind het mooi werk. Wij hebben hier aan de dijk gewoond, hè. En daar hadden we toch wel op de 3 jaar de kelders allemaal onder water staan. Er stond het water in het huis. Maar er was niks te verzekeren in feite, want je had niks. Maar dit is zoals we nu bezig zijn. Ja, dat is in feite een goed iets. Als ze dat water een beetje weg kunnen houden, is dat natuurlijk voor de mensen die er wonen hartstikke prachtig. Ja, wij hebben in feite helemaal geen recht op een heel droog stuk. Wij hebben dan in feite gewonnen van de natuur. Maar uiteindelijk hebben we het hartstikke mooi van elkaar. Het stroomt allemaal mooi door de riviertjes, we hebben de kribben ingelegd. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat je dat in feite gekocht hebt. Dat is in feite nog van de natuur, maar wij maken er gewoon gebruik van. En dat doen we nou weer. Die rivier toch weer een beetje meer ruimte geven, omdat ze er problemen mee krijgen in feite. En als je het van tevoren uitstippelt waar je het water wilt hebben, dan kun je daarna handelen. En dan zijn ze nou goed mee bezig, dat is niks mis mee in feite. Het water zal nog wel stijgen, maar ik denk dat we dat heel goed in hand kunnen houden. Want dat gaat niet met meters per jaar tegelijk.